Dinsdag wordt de financiële kadernota van de gemeente Wassenaar bekendgemaakt. Hierin staat aangegeven welke langjarige plannen er zijn en hoe die betaald worden. Voorafgaand aan de bekendmaking spraken wij de nieuwe wethouder van Financiën, Laurens van Doeveren. Ik heb er ontzettend veel zin in om samen met alle Wassenaarders, ondernemers, sporters, mensen bij maatschappelijke instellingen de komende tijd gewoon lekker aan de slag te gaan. Er liggen heel veel mooie plannen voor, nieuwe investeringen om dit dorp nog mooier te maken, zowel in Wassenaar als in de regio. Dus daar ga ik heel graag samen met mijn collega's mee aan de slag de komende tijd. Volgens Van Doeveren staan er flink wat grote investeringen op de planning. Nou, een heel belangrijk plan is het opknappen van ons centrum. Hoe houden we winkels aantrekkelijk? Hoe voorkomen we leegstand? Hoe zorgen we dat die winkelpanden goed worden gebruikt? Hoe zorgen we ervoor dat het levendig, gezellig is en ons dorpskern echt het sociale hart van Wassenaar blijft, waar iedereen met heel veel plezier komt, zowel door de week als in de weekenden. Daarin gaan we fors investeren om de openbare ruimte te verbeteren. Maar ook om te kijken van goh, kunnen we samen met die pandeigenaren, met de ondernemers, zorgen dat dat een bruisend gebied blijft voor iedereen die daar wil komen. En daarna zijn er ook kleinere projecten. Kijk bijvoorbeeld naar een nieuwe economische visie. We willen graag ondernemers duidelijkheid geven waar binnen Wassenaar ruimte is voor ondernemerschap. We gaan investeren in de groene zone met Valkenburg. Hoe maken we dat groen gebied tussen de nieuwe woonwijk Valkenburg en Wassenaar? Hoe gaan we dat op een fijne manier inrichten voor iedereen? Dat zijn bijvoorbeeld een paar van die voorbeelden. Dan hebben we het nog over sport, strand, sociaal domein. Tal van dingen die ik kan noemen waar we de komende jaren lekker mee aan de slag gaan. De wethouder geeft aan dat er in Wassenaar financieel weinig is om zorgen over te hebben. Al zal daar in de toekomst wel verandering in kunnen komen. Financieel staan de financiën er goed voor. We zijn een van de weinig mensen die überhaupt nog geld op de bank hebben. We hebben ruimte voor mooie investeringen, dat is ook broodnodig. En we zorgen altijd voor een sluitende begroting. Dus elk jaar geven we niet meer geld uit dan dat er structureel binnenkomt. Dat is denk ik ontzettend belangrijk. En daarom ben ik ook trots op dat het lukt om in ieder geval komend jaar de OZB in Wassenaar niet te verhogen. Het enige is, dat zeg ik ook tegen alle inwoners, dat speelt in alle gemeenten in heel Nederland. Vanaf 2026 krijgen we een aantal landelijke tekorten van de landelijke overheid. En die moeten nog met de landelijke overheid samen worden opgelost. En dat proberen we met alle gemeentes in Nederland samen richting het Rijk op te lossen. Maar de Wassenaarse financiën staan er goed voor. Er zijn veel onderwerpen waarmee de wethouder aan de slag gaat en hij kijkt ernaar uit om hierover te sparren met de inwoners van Wassenaar. Soms zie je me lopend, soms zit ik op de fiets, af en toe in de auto. We gaan veel werkbezoeken doen. Er zijn heel veel maatschappelijke organisaties die graag met je in contact willen komen, waar ik graag naartoe ga. Buurtverenigingen. We zijn open en benaderbaar. Zo wil ik als bestuurder zijn. En iedereen die langs wil komen is ook welkom hier op Raadhuis De Pauw om van gedachten te komen wisselen. Op dinsdag 27 juni wordt om 3 uur de kadernota gepresenteerd door de gemeente Wassenaar.